Iedereen moet een bijdrage leveren aan vrede en veiligheid in Suriname. Het militaire korps is een cruciaal onderdeel in het waarborgen hiervan. Voor het uitbrengen van de herdenking en waardering voor het Nederlandse koloniale leger in Suriname en het Surinaamse leger heeft Stichting TRIS contacten in samenwerking met het ministerie van Defensie een speciale TRIS-dag georganiseerd. De boodschap vandaag was het behoud van vrede en veiligheid in Suriname. De troepenmacht in Suriname, TRIS, was het Nederlandse koloniale leger in Suriname van 1868 tot 1975. Dit werd opgeheven bij de soevereiniteitsoverdracht op 25 november 1975. Het materieel en de gebouwen werden overgenomen door de nieuwe Surinaamse krijgsmacht, terwijl de TRIS na opheffing deel ging uitmaken van de koninklijke landmacht, waarmee een deel van de militaire traditie tot een einde kwam. De minister van Defensie, Krishna Kumari Mathura, zei dat het ministerie ernaar streeft om alle samenwerkingen die voortvloeien uit positieve historische banden te behouden. Het waarderen van het militaire korps is belangrijk gezien de risicofactoren die een rol spelen tijdens het beoefenen van dit beroep. En het is een waardering en een erkenning die elke militair verdient. En het doet me goed dat u terugkomt en bezoekt de plekken die eigenlijk staan voor uw inzet. Al de kazernes waar u misschien eerder gediend heeft op Brokopondo, in Ikeri, in Marowijne, hier in de Mimberboek-kazerne, dat u oude herinneringen ophaalt. President Chandrika Persat Santokhi ging vanuit het punt van veiligheid in op de wereldcrisis aan vrede en zei dat Suriname vanuit haar positie een steentje kan bijdragen. Het staatshoofd heeft daarom gekozen te helpen waar nodig, vanwege de impact die het eventueel ook op Suriname kan hebben. En we hebben gezegd, ja, wij gaan een bijdrage leveren. En we zullen bekritiseerd worden. Ik zal zeker bekritiseerd worden dat ik eerst hier veiligheid moet brengen. Nee, er zijn andere, grotere en hogere belangen die daar in het geding zijn bij onze medemens, onze zusters en broeders, die zijn ook daar. Het ministerie kijkt uit naar het continueren van de samenwerking met Nederland en hoopt in de toekomst een uitwisselingsprogramma aan activiteiten te organiseren.